Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Votre choix est fait pour le vin ? Oui, oui, c'est le château de Giscourt. Très bien monsieur, c'est un excellent choix. Oui, c'est bon. Oui, très bien monsieur. Ok. Ah, c'est votre goede keuze. S'il vous plaît monsieur, château Giscourt 2008. Fantastique. Merci. Ontmaagdingsritueel van een mooie fles wijn. Dat kan alleen maar met een kurk. Prachtig natuurproduct, eeuwenoud. Maar sinds kort heeft die kurk een concurrent. Een limonadedop. Ik ben Ilja Gort. Ik ben wijnboer in Frankrijk. En dat ben ik omdat ik min of meer per ongeluk tot over mijn oren verliefd ben geraakt op dit fantastische mooie kasteel. Ik wist de ballen van wijn. Ik heb in de loop der jaren geleerd hoe je wijn moet maken. In het begin begreep ik daar niks van. Ik dacht dat wijnflessen aan de struiken groeiden en dat die op een of ander mythisch proces zich automatisch aan het eind van het jaar verzilverde in klinkende munt, zodat ik de bank kon betalen. Dat is niet zo. Dus ik heb wijn leren maken met behulp van hele erg goede mensen die dat allemaal heel goed kunnen, die dat voornamelijk ook doen. En ik ben hier zielsgelukkig. Maar eerst gaat deze dorstige wijnboer even boodschappen doen. We gaan ons verdiepen in de wedstrijd van de kurk tegen de schroeftop. In een Franse supermarkt is heel duidelijk te zien hoe de verhoudingen liggen tussen kurk en schroefdop. Kijk, dat is een mooi voorbeeld. Eén château, twee verschillende flesafsluitingen. Rosé gaat met een schroefdop en rode nog steeds traditioneel met een kurk. Screwcap of Liège? Een bouchon à Liège of à vis? À Liège. Oui, qu'est-ce que vous préférez? Pour le rosé, un bouchon à vis. Pour le rouge, c'est différent puisque l'élevage du vin se fait différemment. Ok. Vous voyez est-ce que c'est pas un petit peu aussi une question de perception du consommateur? Alors, il y a une partie qui est perception du consommateur, je suis d'accord. Quel est votre plus cher vin avec un vis? Plus cher, oh, ça doit
pas dépasser, allez, je vais te dire 6 euros. 6 euros. Oui. Et vous n'avez pas, vous avez aucun bouteille de rouge avec une bouteille à vie. Si, mais des vins de pays. Ah. C'est des vins de pays, donc... Bas de gamme. Bas de gamme, 3 euros, 2 3 euros, 1 euro 50, euros. Voilà. Oh là là. Mais pas autre chose. Hier, ze hoeft op alleen maar op de hele goedkope meuk. De betere rode wijnen moeten volgens Virginie absoluut een keurig hebben. N'est-ce pas? Het is ook een prachtig product, zo'n kurk. Het is ideaal om een fles wijn mee af te sluiten. Het past precies. De wijn kan een heel klein beetje ademen door de kurk heen. Het is een natuurproduct. Het is een heel oud product ook al. Hè. De Egyptenaren die zaten al te klooien met die kurken. Ik geloof dat het de monnik Dom Pérignon was die 200 jaar geleden uitvond dat je er een fles mee kon afsluiten. En toen zag de dorstige wijndrinker zich geconfronteerd met het probleem. Die kurk zit er nou in, maar hoe krijg ik hem eruit? En dat werd opgelost door een vent die had soldaten bezig gezien in de oorlog met vastzittende kogels uit de loop van hun geweer te schroeven met een langwerpig apparaat waar een spiraaltje aan zat. En die dacht van, hé, dat is een ideetje. Daar maken wij dit van. Een kurkentrekker. Geniale uitvinding, hè? En sindsdien kun je dus lekker plop de kurk uit de fles halen. Hartstikke handig, hartstikke mooi. Maar hij rukt op, deze vriend. Dit is natuurlijk wel een stuk makkelijker. Handig. Heerlijk. Maar ja, het is geen kurk. Dit is het magazijn van de kurkenfabriek. Ik zoek altijd mijn eigen kurk uit. Dit is de beste kwaliteit. Sardinië wordt het van een kurkeik gehakt en plat gewalst. En dan komt het hier. Topkurk is dit. En Philippe die gaat ons uitleggen hoe dat werkt. Hoe dat allemaal gaat. Hij moet hier ergens rondhangen, want dit is zijn natuurlijke habitat. Ik zet hem hier even neer. Ik moet voorkomen dat een van de andere rappe wijnboer ermee vandoor gaat. Est-ce que tu peux expliquer aux spectateurs hollandais comment ça marche avec une bouchon au Liège? Le Liège pousse sur le pourtour du bassin méditerranéen. OK. Principalement le Portugal et l'Espagne. Donc quand on a mis un gland en terre, c'est-à-dire pratiquement 50 ans, 45-50 ans après avoir mis un gland en terre, on va commencer à obtenir des productions de liège qui vont permettre de fabriquer des bouchons, des obturettes. Quelle patience tu as! Oui, c'est très long. C'est très long. 50 ans. C'est très long. Mensenleven. Voilà. Combien de bouchons par arbre? Sur un arbre, on va obtenir environ 1500 à 2000 bouchons selon la dimension du bouchon lui-même. D'accord. 2000 kurken per boom. Dat is dus ook geen vetpot. C'est pas beaucoup. C'est peu. C'est peu. Voilà. Tu comprends mieux le prix des bouchons pour le Château Lagarde. Bonne question. Comme une bouchon, comme ça, ça vaut combien? Oui. Ça coûte combien? Alors, le différentiel. Donc là, on parle de bouchons naturels. Oui. 6 centimes d'euros par bouchon. Pour aller, les bouchons les plus chers se vendent à 1 euro, 1,20 euro pièce. Okay. Donc, si tu veux, il y a un différentiel énorme selon la qualité et la dimension du bouchon. Kurk, c'est hartstikke leuk. Mais le problème de kurk is dat het van kurk gemaakt is. We gaan nu uitzoeken hoe. Bij Françoise. Françoise! Françoise. Bonjour. Quand on reçoit les bouchons de Sardaigne, oui, ils arrivent pré-choisis. Et nous avons à les mettre au standaard français, en fait. Het is maar goed dat dit met mensen niet gebeurt. Hier worden de goede van de slechte gescheiden. Et nous la repassons sur table à prier, sur un tapis. Je denkt dat die kurken, die worden uit de kurk ei gehakt en dat gaat allemaal wel lekker. Nee. Elke kurk wordt met de hand geïnspecteerd. Daar zit een vrouwtje de hele dag te kijken of die kurk wel helemaal jovel is. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va, oui. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est le choix manuel. Oh. Et tous les jours, vous faites ça? Tous les jours, toute la journée. Est-ce que vous ne faites pas totalement... Non, pas du tout. C'est l'habitude. Tout bouge, alles beweegt. Ik word zo stoned als een garnaal als ik hier naar kijk. Merci bien, bon courage. Merci à vous.
Bonjour, monsieur. Bonjour, bien. Ça va. Ze wisten dat ik kwam, hebben ze alle werknemers een snor opgeplakt. Leuk, hè? Attent, hè? Dat is jullie. Nou, hier komen we op het einde. Hier worden de kurken geteld. 1, 2, 3, zo'n kurken. En dan worden ze verpakt. 5 mielen in mielen. 5000 in een zak. En die zakken, die gaan naar de klant. Naar de klant. We bezorgen naar de klant toe. Nou ja, wie dat wil hebben dan, hè, zo'n zak. Un peu plus sucré, oui. Un peu plus salé. Non, non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, oui. Un peu plus court. Non, non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Iedereen kent het probleem. Je verheugt je op een goed glas wijn, de fles gaat open en de wijn ruikt muf. Hij heeft kurk. Balen, want het is ondrinkbaar geworden. Weg ermee. Trouwens, ruiken aan een kurk heeft geen enkele zin. Je kan alleen maar kurk ruiken als je aan de wijn snuffelt. 1 op de 15 wijnen zijn besmet met kurk. Maar Laurie, die doet allerlei experimenten met kurken om te zorgen dat kurken geen kurk krijgen. Dit bijvoorbeeld. Zijn geen embryo's van pasgeboren kurken. Nee, van elke zending kurken die uit Sardinië komen. Die worden op sterk water gezet om te kijken of ze misschien besmet zijn met de kurkbacteriën. Na 24 uur gaat de deksel eraf en dan proeft Degusté, dan proeft Laurie of dat kurk heeft. Ze doet dat met een glaasje. Dan gaat zij proeven dat vieze water. Gaat zij gewoon... Zij is een heldes. C'est bon? Ja. Nou, het heeft dus geen kurk, dus dit is goed. C'est bon? Celui-là, il est bon. Waarom doen ze dat nu allemaal? Omdat een kurk heeft gaatjes. En in die gaatjes, daar zitten bacteriën. En die bacteriën die heet TCA. En die bacteriën die willen dus niets liever doen dan wijn besmetten. Dat vinden ze heerlijk. En die beesten die zijn dus niet dood te knuppelen, om een of andere reden. Pourquoi? Laurie, c'est si difficile de tuer les bactéries dans une bouchon. Parce que le liège est une matière vivante, donc le bois qui est en contact avec la terre. Donc la terre, il y a des champignons qui sont véhiculés dans le sol. Champignons. Et qui vont rentrer dans ce liège. D'accord. Et donc qui vont rentrer au fond de la matière. Donc ça va tout pénétrer. Et il va falloir soumettre le liège, la matière liège, à des pressions et à de la vapeur sous pression pour pouvoir extraire. Jusqu'à l'intérieur du bouchon. Ah, het moet helemaal tot in de diepste gaatjes moeten die beesten vernietigd worden. Een schroeftop, hoe erg het ook klinkt, heeft dat dus niet. On n'a pas les avantages du liège aussi. Le liège, c'est une matière qui permet une pénétration très très modérée de l'oxygène, oui. Qui va permettre un vieillissement. Donc votre vin, il continue à se bonifier dans la bouteille. Éclectique et unique. Nous voyageons cathodiques. Croisière sur canot hertzien ou satellite. Oei, de 5 zit in de klok. 4:05. Tijd voor een wijntje. Dan word je meteen geconfronteerd met het feit dat al eeuwenlang mensen zich het hoofd breken. Hoe krijg ik nou zo'n fles open?
De gekste keukentrekkers zijn daarvoor verzonnen. Is bijvoorbeeld deze. Met een kwastje eraan. Kun je zo de kurk een beetje afstoffen. Anti-grip. Ringetje om aan je riem te hangen. Heb je hem altijd bij je. Te deftig. We zouden deze kunnen nemen. Dat is het kelnersmes, heet dit geloof ik. Met een hefboomprincipe. Ook hartstikke mooi. Dit is ook nog eens uitgevonden met een soort ring eraan. En je kan zijn beentjes wijd doen. En een ringetje naar beneden. En dan een veersysteem. Ja, wat ze al niet verzinnen. Zelf heb ik altijd het liefste dit kleine, lieve zakopenertje. Krijg je elke fles mee open. Prima ding. Kun je zo in je zak steken. Hartstikke handig. Maar dit is nog een zware wijn. Dus hebben we een zware kurkentrekker nodig. Dus dan deze kurkentrekker voor. Je suis pilé, je suis face, tendre sous ma carapace, j'offre mon dos aux turbulences et mon repli face aux violences. Mon visage tombé vers. Ik ben hier verplicht in deze malle jas, omdat ik ben bij de grootste schroefdoppenfabrikant ter wereld. In de hele wereld worden 18 miljard flessen wijn gedronken per jaar. 3 miljard van die flessen zitten schroefdop op en worden hier gemaakt. De grootste schroefdoppenfabrikant ter wereld. We gaan even kijken. Mijn vriend Andres, dat is een Chileen. Die heeft een heel ingenieus apparaatje in zijn oor, waardoor alles wat hij zegt in het Nederlands vertaald wordt. Zo. Andres! Ah, daar is Andres. Goedemorgen, Ilia. Goedemorgen. Welkom in San Sebastián. Dankjewel, dankjewel. Zeg, we zijn hier in de schroefdoppenfabriek. Ja. Een enorme herrie hier. Ja. Ja. Wat is dat bijvoorbeeld? Nou, dit is onze eerste stap in ons productieproces. De eerste stap. Hier krijgen we van onze leveranciers een aluminiumband. Aluminium. Dat is het begin. Begin, oké. Dus die machine pakt die aluminiumband, ja. En dan gaan we snijden. Ah, en dat in is daar. In drie stukjes. Hier. Oké. Okay. Andere kant. Van de belangrijkste moment, ja. Die gaat de liner binnen. Ah. Zo. Okay. Ah. Dat doet de machine heel snel. Mag ik eens kijken? Alsjeblieft. Dankjewel. Dus dit is het geheim van de schroefdop. Dit kleine stukje polystyreen sluit de schroefdop hermetisch af voor zuurstof. Het lijkt een beetje op een ouweltje, maar dat is het niet. Het is het geheim van de schroefdop. 350 miljoen per jaar worden er in schroefdoppen geperst. Alleen al in deze fabriek hier. 350 miljoen ouweltjes. Wat zijn eigenlijk de voordelen van een schroefdop? Ja, de voordelen van schroefdopjes. Op het eerste punt is dat er geen kurk is. Dus de wijn kan geen kurk krijgen. Geen kurksmaak krijgen als de kurk fout gaat. Ja. Dus dat is een goede punt. Kan hij een plastic smaak krijgen? Want er zit wel plastic in, hè? Nee, dit is absoluut een plastic die is gebruikt voor food, voor eten. Oh, okay. Dit is een heel food-industrie. Dus dat stinkt niet? Het stinkt niet. Okay. Nee, dit is absoluut gemaakt voor... En kun je wijn met zo'n capsule nou ook lang bewaren? Veronderstel, ik heb een rode wijn die eigenlijk 5 jaar in de kelder moet liggen. Kan ik die dan met een schroefdop bottelen? Absoluut. Ah, dat absoluut, meen je wel. Niet. En ook, weet je, dat gaat roesten. En het is een andere voordeel. Dat wat de ervaring zegt... Is dat met dopjes, dit type van schroefdop, heeft u in verschillende flessen van dezelfde wijn bijna dezelfde kwaliteit 5 jaar later. Dus u ziet geen grote verschil tussen de flessen. Maar met een kurk ademt de wijn een heel klein beetje door die kurk. Dat kan hier niet. Er zijn twee kwaliteiten van de plastic insert die binnen de dopje gaat. En we geven de mogelijkheden aan de winemakers om te kiezen hoeveel zuurstof wil ik naar binnen, als het kleintje is of bijna niks.
En dat is de keuze van een wijnmaker. Aha. Dit woest romantische château, diep uit 1700, is Château Bonnet. Een van de zeven châteaux van wijnicoon André Lurton. Iemand die ik mijn hele leven lang al wil ontmoeten. We zijn hier, we mogen hier komen, omdat men hier onderzoek doet, wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met de Universiteit van Bordeaux, naar de houdbaarheid van wijn onder een schroeftop en de houdbaarheid van wijn onder een kurk. We hebben een afspraak met Enoloog Vincent, die gaat ons er alles over vertellen. En als het meezit, is mijn grote held André Lurton hier ook. Est-ce que tu penses, Vincent, c'est possible de goûter, de déguster la différence entre screwcap et bouchon? Je te propose de faire une dégustation à l'aveugle. Parfait, j'aime bien. On va déguster. On y va. À l'aveugle. Voilà, monsieur Lurton. Monsieur Lurton, bonjour. Bonjour, chien. Deze man is een icoon in de wereld van de wijn. Deze oude knar, 87 jaar oud, gigantische familie, heeft zeven châteaux. Hij heeft zijn hele familie geïmplanteerd in die bedrijven. Zijn hele familie werkt voor hem. En hij is, dat kun je wel zien, een keiharde oude doorzetter. Overal heeft hij piep aan en hij doet wat hij wil. What's up? Piep. C'est une traduction de le mot merde. En Japonais. En Japonais, voilà. Hij maakt zijn eigen. Hij heeft de weg om laten leggen om zijn château. Omdat die weg. Dat vond hij vervelend dat er een weg langs het château liep. Hij heeft die om laten leggen. Hij kweekt zijn eigen druivenstokken in een eigen plantage. Hij heeft zijn eigen trekker. Hij heeft zijn eigen mise en bouteille. Hij heeft zijn eigen timmermannen. Zijn eigen stratenmakers. Zijn eigen tuinmannen. Hij eet zijn eigen groenten. Hij woont hier in dit château. Wat uit 1700 zoveel dateert. En hij woont in de kamer waarin hij is geboren. Monsieur Lurton, pourquoi vous avez choisi le screwcap pour vos vins? Ah. Eh bien, c'est une très longue histoire. On a le temps. Très courte. J'ai fait faire des essais par mes cadres, mes collaborateurs. Avec des capsules à vis. Et puis, 10 ans après, on les a goûtées à l'aveugle, bien sûr, et on s'est aperçu qu'il y avait quand même une différence importante entre la conservation avec la capsule à vis et la conservation avec le bouchon. C'était incroyable. Ah bon? Incroyable. Les capsules, ces bouteilles qui étaient fermé avec des capsules à vis, n'avait pas vieilli du tout. Voilà, il y en a deux semblables et un différent. Il faut essayer de trouver le. Ah mais il y a des crachoirs. Hein. Le vin différent. Het is onmiskenbaar een feit dat degene met een kurk is geëvolueerd, een vakterm voor oud. En degene met de schroeftop is fris en fruitig als de dag van gisteren. Nu wordt het nog gekker. Want deze oude wijnleeuw stopt dus niet alleen schroeftop op zijn witte wijn, maar ook op zijn rode wijn. La capsule que nous avons utilisée ici est une capsule un peu plus poreuse et plus poreuse que celle que nous utilisons pour les vins blancs. D'accord. Parce que les capsules. Moi, tu les connais, ce sont celles-là. Oui. Mais ce qui est important, c'est ce qui est dedans. Oui. Het gaat om wat erin zit. Net als met een fles wijn gaat het ook bij de capsule om wat erin zit. Regarde, pour le blanc, c'est un joint métallique, complètement étanche. Een stukje ijzer sluit de wijn helemaal af, de witte wijn. Et pour le rouge, c'est un joint plastique, en PET, qui va laisser passer un petit peu d'air. Ja. Donc il y a un petit peu d'air qui va passer dans le vin. Et permettre son évolution. Dus toch kan een wijn met een schroeftop kan toch op die manier langzaam ouderen. Le consommateur fait pas toujours attention aux analyses, on lui vend pas des analyses. On lui vend du bon vin, donc il faut qu'on lui dise du bon vin. C'est lui qui va faire le contrôle qualité final. Parce qu'il va nous dire, votre vin, il est bon, votre vin, j'en veux encore. Hij is een man aan mijn hart. Analyses zijn prima, heb je nodig, wetenschappelijk, maar het gaat natuurlijk om de smaak. Très bien. On drink. Zo.
Santé. 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 Merci. Ça sent bien, ça. Oh, santé. C'est un vin qui chante. Oui.